Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Zoals je misschien al kunt zien, ben ik in Amsterdam. En ik ben er niet zomaar in Amsterdam, want ik ga naar het Amsterdam Light Festival. Er is een persboot en ik was voor uitgenodigd, dat was superleuk. Amsterdam Light Festival, ja, je zal het straks wel zien, maar het zijn allerlei kunstwerken door heel Amsterdam verspreid. En we gaan er met een boot langs. En ik ben heel erg benieuwd, maar het is pas over een uurtje of vier, dus ik ga nog eerst even de stad in. En ja, ergens wat eten en dan zien we me wel. Toch Bob? Dit wilde hij niet. Let's go! Iedere winter is heel Amsterdam natuurlijk weer gezellig versierd met lichtjes. Niet alleen op het water bij de kunstwerken, maar hier achter me de Bijenkorf. En ik hoop niet dat ik dood ga. Hier heb je verder, nou eigenlijk niks nog. Maar ze doen altijd wel heel erg hun best. Je zou maar allemaal moeten ophangen, hè, die lichtjes. Oh my god, kijk wie ik achter me zie staan. Hey! Oh my god, je bent Hoi! Ja. Leuk! Oh my god, je bent echt nu aan het vloggen. Is dit voor Rutger? Hoi jongens! Yeah. Kan ik eindelijk een shout-out nemen? Ja. Ja, dit is Linda, hoi! Weet je, Kevin? Hallo! Hoi! Ja, we hebben elkaar nooit gezien. Kevin. Leon, dat was het. Hoi Alice! Oh my god! Wat is dit? Ja, ik sta al 5 minuten te praten en ik zie deze ding. Wat ben je? Wat is er aan de hand? Nee, we gingen wat nieuw opnemen. Sinterklaas pakjes. Gewoon Sinterklaas weer. Oh, heel erg gezellig. Ik hoop dat je lief bent geweest. Eigenlijk wel. Ja. Wat een gezelligheid. Wow. Als ze hier nu Let It Go draaiden, dan was ik er echt op gegaan en had ik mijn solo moment even gepakt. Maar ik wil het doen, maar ik denk niet dat ze maat 48 hebben. Shit. We zijn er. Nou, we zijn gearriveerd en we hebben een heel bijzonder biertje allemaal gekregen. Ja. Wat is het? Dit bier heet Kwak. En dat is gebrouwen door Hagrid. Die kennen jullie misschien wel. Die geeft les op Zwijnstein. En daar is dus ook dit bier gebrouwen. Nou, neem er nog één, Bob. We zijn er bijna. Kom, Bob. Nou, ik ben inmiddels gearriveerd. Hey. Ja, nou is er ook gezellig. Nou, we hebben een perskaart die vooral handig is voor drankjes, hoor ik net. Dus laten we maar wat drinken halen. Het is tijd om aan boord te gaan. Heb je zin in? Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Het was een hele ervaring, als je begrijpt wat ik bedoel. Varen, hè. Dus we gaan het meemaken. Let's go. Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Nee? Ik dacht dat het zou doen, maar ik zie jullie. Zo'n zweetdruppel. Oké, nou dan zie ik het wel in mijn eentje. Kom aan. Nou, dan moeten we maar bij de bar staan, hè? Er zijn gewoon mensen die nog aan het roeien. Wat bezielt je? Nou, dat was echt de vaart van mijn leven. Het was spectaculair. Ja, ging je er wel hard doorheen? Ja, we hielden gelukkig de vaart er een beetje in inderdaad. Maar het was erg leuk om te zien. Het was mooi. Het waren de hele diverse kunstwerken. Dus als je een keer in Amsterdam bent en je denkt, ik heb niks te doen en het wordt donker. Ja, het is nog wel eventjes, inderdaad, heel de winter kan je dat hier doen. En je kan het dus per boot doen, maar volgens mij, er is ook een wandelroute, hoorden we. Ja. En het is gewoon, ja, bijzonder om dat eventjes mee te maken. Maar het is wel heel erg koud vanavond. En waarschijnlijk wordt het nog veel kouder van de winter. Dus inderdaad, doe een traan. Ik heb even mijn kerstmuts opgezet die ik toevallig vanmiddag heb gekocht. Ja, weet je, trek gewoon alles uit de kast om het zo warm mogelijk te houden. Want het is wel best wel koud op de boot. Ja.
Nou, we hebben heel even opgewarmd bij de open haard hier. Maar het is nu echt tijd om naar huis te gaan. Dus Diana, tot de volgende keer. We moeten snel een video maken bij deze. Spreken we het af op camera. Oké? Okay? We gaan snel een video opnemen. Oké, okay, goed zo. Let's go. Oké, okay, daar gaan we. Het is zo koud, sorry. Ja! Dit is... Het is zo koud. Oh, de metro staat er. Nee. Oh, waarom moesten we dit nou weer doen? Anders hadden we de metro gewoon gehaald. Kijk, hè, weet je wat ik nou het allermooiste vind aan Amsterdam? De trein naar Rotterdam. Nee hoor, Amsterdam is heel erg leuk. En ik ga er hopelijk ook weer wonen. Maar Rotterdam is ook leuk. Nou, valt mee. Valt tegen. Naar huis. Wat een wereldreis weer. Maar ik ben gelukkig bijna thuis. Ik viel bijna in slaap in de bus. Voor mijn gevoel was dit echt een hele maffe, rare vlog. Waar het aan vast te knopen is. Ik hoop dat hij leuk is om naar te kijken. Als je hem leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En ja, dan ben ik binnenkort weer terug met een nieuw avontuur. Dus heel graag tot dan. Doei! Hallo allemaal, welkom bij deel 2 van mijn Parijs avontuur. Wat is dit nep, zeg?